Suriname zit nog steeds in de vierde coronagolf en dat is ook in het district Nikeri te merken. Wij spraken Rada Ramyatan, coördinator van het COVID-team in het westen van Suriname. Volgens Ramyatan ziet de COVID-situatie in Nikeri er niet rooskleurig uit. De arts geeft aan dat het erop lijkt dat de Nikerianen de Mohana-regels gewoon aan hun laars lappen. Ramyatan zegt dat er gisteren jammer genoeg nog een paar personen zijn overleden in Nikeri. Voor oktober hebben we helaas, 23 oktober hadden we al 17 doden alleen en de maand is nog niet voorbij. En dat is al een piek en we hebben ondertussen ook alweer 2 doden erbij. En vandaag weer 1. Momenteel hebben wij in een bejaardenhuis een uitbraak. Er zijn 2 mensen van het bejaardenhuis overleden. En mensen zijn daar ziek geworden, zijn geswapt. Het blijkt dus dat gisteren dat er 7 mensen die verpleegd worden in het bejaardenhuis besmet zijn. En helaas kreeg ik vanmiddag tegen iets over 12 is er eentje die in het ziekenhuis was, ook van hetzelfde bejaardenhuis, helaas ook overleden. Dus binnen korte tijd 3 mensen van 1 bejaardenhuis is sowieso veel. Een positief aspect is wel dat een groot deel van de Nikeriaanse gemeenschap bereid is zich te laten vaccineren, meent de coördinator. Ramyatan geeft aan dat sommige mensen het verkeerd aanpakken door zich te laten vaccineren wanneer zij symptomen van het virus vertonen. Er zijn mensen die wat denkfout maken. In die zin, ze twijfelen om te vaccineren. Maar dan zijn ze besmet en ze vermoeden dat ze besmet zijn, maar dan hebben ze koorts. Maar ze willen het zichzelf niet toegeven dat ze misschien besmet zijn. En ze horen, ik was gisteren met die persoon of thuis bij die persoon en vandaag hoor ik die is positief. Dan rennen ze om het vaccin te nemen. En dat is verkeerd. Wat gebeurt als u besmet bent? Dan gaat uw lichaam reageren om antistoffen te maken. In die korte tijd, als u toch dat vaccin gaat nemen terwijl u in een huidige infectie zit en u krijgt dat vaccinatieprikje, dan gaat het lichaam heftig reageren. In deze gevallen hebben we ook gehad. En die keer is het vrij goed. Ik denk dat het al 73 is. Ik heb die vaccinatiecijfers ook voor u. Dat is tot en met 23, is afgelopen weekend. Dat is eigenlijk zeer geüpdate. En we zitten boven de 7e van de targetgroep van 18+. Helaas heb ik de doelgroep 12 tot 18 jaar, waarbij de Pfizer toedienen. Ik heb helaas nog de informatie niet hoe groot die groep in Nikeri is. Districtscommissaris Senrita Goberden zegt dat het gevaar niet zo gauw zal wijken en daarom moet rekening mee worden gehouden. Het commissariaat doet er alles aan om voorlichting te blijven geven in het district. Dagelijks 20 tot 25 besmettingen en ook doden hebben we. Eén gisteren hadden we 1, gisteren hebben we 2 gehad. En dat doet ergens wel een beetje pijn van hoe onvoorzichtig is de mens. We blijven de voorlichtingen geven aan de mensen. Hou je aan de Mohana-regels, weet je, ontsmetten, afstand houden, mondkap op. Maar je ziet dat de mensen, ik wil bijna zeggen, ze houden niet meer van zichzelf. Als je van jezelf houdt, dan ga je jezelf beschermen, ga je gezin beschermen. Maar wat we ook merken, is dat gezinnen nog besmet raken. Die van één persoon, één lid komt van buiten, die besmet het gezin. Maar vaak zie je ook van 2 mensen raken besmet, 3 niet. Dus je hebt alle modellen die hier in de plaats vinden. De meeste COVID-gerelateerde doden in Nikeri waren boven de 60 jaar en hadden onderliggende kwalen. Ramyatan benadrukt dat het COVID-team ernaar streeft om 100% gevaccineerden in het district te hebben.